Het ministerie van Sociale Zaken is vandaag gestart met de distributie van de COVID-19 steunvoedselpakketten. SOSAVO-directeur Angela Salmo betreurt het echter dat de geregistreerden zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen. Bij de distributieplek Stibula was er een grote drukte. Het was duidelijk dat de mensen zich niet aan de social distancing van 1,5 meter hielden. SOSAVO-directeur Salmo benadrukt dat veel mensen niet hebben geluisterd naar de instructies omtrent de distributiedagen. En dat heeft geleid tot een hele grote drukte op de verschillende locaties. Het is niet alleen bij Stibula. Deze drukte mag ik u meegeven. Deze drukte is ook op het hoofdkantoor van het ministerie van Sociale Zaken. Eveneens ook op Pontduiten, OS Maretraite. En onder andere ook bij Toetlivo, het OS Toetlivo. Er zijn vandaag 8 plekken waar wij dus pakketten zullen verstrekken of al verstrekken. Dat zijn COVID-19 steun pakketten, voedselpakketten. Mm-hmm. En we hebben gemerkt dat het een drukte van je welste is geworden. Ik ben zelf zo net ook beneden geweest om te checken. En het blijkt één dat mensen van heel ver naar hier zijn gekomen, terwijl we 8 verschillende plekken hebben, dus we konden een decentralisatie hebben van mensen. 2, mensen luisteren niet wanneer de instructie wordt gegeven om 1 rijen te vormen en om die sociale afstand in acht te nemen. Alsmede een mondneusbedekking. En dat maakt het werk natuurlijk heel erg moeilijk voor ons en natuurlijk gevaarlijk. De directeur zegt dat alleen geregistreerden wiens familienaam begint met de letter A, B, C, D of E vandaag geholpen konden worden. En mensen hoeven niet met verhaaltjes te komen. Ze moeten zich wel aan de regels houden, zegt Salmo. Dat weet ik niet. Voor mij is nu belangrijk uw gezondheid en mijn gezondheid. En dan vraag ik jullie om rijen te gaan vormen. Uiterlijk 16:30. Dus wij hebben aangegeven 1 tot 4, maar je hebt altijd een uitloop, toch? Ja. Maar ik weet dat bepaalde plekken nog steeds niet zijn voorzien van pakketten. Dus het gaat dan wat later worden. De mensen die ze hebben geregistreerd, maakt u zich geen zorgen. Het moment dat u heeft geregistreerd en u weet dat u natuurlijk voldoet aan de vereisten die we hebben gesteld. Dus u bent werkloos, u was niet werkende. U bent werkloos geworden voor 15 maart. En u heeft nog geen financiële ondersteuning gehad van de overheid. Dat zijn de criteria van ons. Dan komt u naar de dichtbijzijnde plek waar wij dus momenteel de pakketten distribueren. Houd u altijd in acht, 1,5 meter afstand van elkaar. Blijf uw neus-mondbedekking altijd op hebben. En als er wordt gevraagd om rijen te vormen, alsjeblieft luisteren naar de instructies, anders wordt het een chaos en dat willen we niet hebben. We zorgen ervoor als ministerie, als overheid, dat iedereen die daar komt zich netjes registreert, zich houdt aan de regels, wel aan een pakket komt. Angela Salmo, directeur van Sociale Zaken. Ze sprak over de distributie van de COVID-19 steunvoedselpakketten. In deze week komen de geregistreerden van Paramaribo en Wanica aan de beurt. Morgen mogen personen wiens familienaam begint met F, G, H, I en J zich aanmelden voor een pakket.